Journaal Teletext en Gein 30 juli 2017. Afgefakkeld. Shell Pernis totaal stilgelegd. Shell Pernis, dat is een olieraffinaderij of zoiets ergens in Rotterdam. En daar was brand en dit is inderdaad het afgefakkeld van de titel van deze journaal, Teletext en Gein van vandaag. En dat was dus brand en nu is de brandweer nog bepaalde dingen aan het afvakkelen. Chinese parade in Binnen Mongolië. China heeft een militaire parade gehouden in een afgelegen gebied, namelijk binnen Mongolië. Dat is een provincie, dat is niet het land Mongolië. En dit hebben ze gedaan ter gelegenheid van de 9e verjaardag van het Rode Leger van China. Opgericht door Mao Zedong, maar dat terzijde, want het Chinese leger was een beetje afgefakkeld en het had duidelijk behoefte aan wat vernieuwing van daar. EK vrouwenvoetbal, Denemarken schakelt Duitsland uit. Die wedstrijd zou eigenlijk gisteren zijn gespeeld, maar dat ging door hevige regenval niet door. En vandaag hebben de Denen Duitsland duidelijk verslagen. Kortom, het Duitse vrouwenvoetbalteam is een beetje afgefakkeld. Of niet natuurlijk, hè? Maar dat zullen we dan wel weer zien. Grote evacuatiefestival in Barcelona. Jawel, Barcelona. Freddie Mercury en nog iemand toen daar de Olympische Spelen werden gehouden. Dat terzijde. Roddels en achterklap. Fietser verongeluk bij race in België, teletextpagina 122. Bij de Transcontinental Race in het Belgische Geraardsbergen is een dodelijk ongeval gebeurd. Een Nederlandse wielrenner is daarbij verongeluk, dodelijk. En de automobilist die dit heeft gedaan, reed door. De organisatie van deze race heeft besloten na overleg met de familie dat de race gewoon verder gaat. De race gaat naar Griekenland, waarom hij Transcontinental heet, geen idee. En de automobilist is waarschijnlijk een licht afgefakkeld persoon, want hij reed door en dat doe je eigenlijk niet. Doden bij schietpartij. Op strand in Bodrum, dat ligt in Turkije, teletextpagina 136. In de Turkse badplaats Bodrum is één dode gevallen. Een man opende het vuur op twee strandtenten en de man was waarschijnlijk licht afgefakkeld. En er is één dode gevallen en vier gewonden, dus het valt nog reuze mee. Dat terzijde, het is natuurlijk triest voor die doden. En de dader is gevlucht in een auto. Voor de rest is er nog niet veel bekend. Het motief van de dader is onduidelijk. Man scheurt naar de Efteling, teletextpagina 405. Een automobilist uit Noord-Limburg is zondag, dat is vandaag, zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man van 37 scheurde met zijn Porsche op de snelweg en hij had jonge kinderen in zijn auto. De politie had moeite zijn auto bij te houden, maar uiteindelijk lukte dat op de Midden-Brabantweg, waar dat ook mogen zijn. Hij kreeg een bekeuring en mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. Hopelijk had zijn vrouw wel een rijbewijs. Het is even onduidelijk of zijn vrouw er ook bij was. En de man is natuurlijk lichtelijk afgefakkeld, want wat doe je als 37-jarige met een Porsche?
Waarschijnlijk hadden de kinderen en wellicht ook zijn vrouw de hele tijd in liggen te zeuren. Wanneer gaan we nou naar de Efteling? En de man in kwestie dacht waarschijnlijk, oké, vandaag gaan we het doen. De kinderen worden steeds lastiger. Efteling, Efteling, Efteling. Nou, dan zetten we het maar even op een speedfart, want het weer is niet al te best. Ik hoop dat de kinderen alsnog veel plezier hebben in de Efteling en... Dit was het. Love and peace. Liefde en vrede. Nog even iets anders in zaken copyright op journaal, teletext en Gein. Wat was er eerder? Rudy's Tagesschau. Van Cote en Bies Cake op de Week. Of not the 9 o'clock news of zoiets dergelijks. Of mijn utopie, mijn JNT plus in de nieuwsgroepen en nu dus op YouTube. Kortom, alles en iedereen beïnvloedt iedereen. Kortom, waar het copyright oorspronkelijk vandaan komt, geen idee. En daarom zijn mijn YouTube-filmpjes openbaar. En dan heb je natuurlijk nog meerdere Duitse humorprogramma's, maar dat terzijde. Ik ben met het radioprogramma Utopia ergens begonnen tussen 1984 en 86. Cake op de Week is ook rond die tijd, maar dat is wekelijks, dus één keer in de week. De wereld draait door, geen idee. Not the 9 o'clock news, geen idee wanneer dat begon. En Rudy's Tagesschau van Rudy Karel, jawel. Die Hollander in Duitsland later, dat is ook zo rond die tijd. Tot slot, mijn journaal Teletext en Gein is echter dagelijks. Behalve wanneer ik wat beters te doen heb.